in Böhmen Wald sogar. Van het Ganske, het Ganske. En dan aan mijn dingen. Dat mijn vrouw praktisch niet gezien en heel de oorlog. Die zal contact vermijden en zeker. En daarmee stond je ook zo afstandelijk tegenover Helene. Ja. Maar er zijn er een paar in de familie die iets meer wisten. De wijn. Ja. Hij is duurt, hè? De vader wijn. Hè? En Albert. Want je weet dat, Peter, die stierf thuis, hè? Ah, zie, nu zeg je zoiets. Als moeder heeft contact eigenlijk. Dat is dat in Duitsland, hè? Duitsland was voor alles goed, hè? Zo gezegd naar ons vader toe, ze wilde ons vader even opzoeken. Ah, ja, ja, ja. En anderzijds, om weg te zijn in Kilde. Ja. Ah ja, natuurlijk. Ah ja, maar dat. De pannenkoeken om bakken. Vrouwtje? Ja. Bist u, wat moet ik zeggen? Bist u beschäftigd met pannenkoeken? Ja. Zijn die schon fertig? Nog niet. Gibst mal een signaal? In korte. En dat wil je. Dat speelt dan wel. Ja, je moet heel de historie moet herschreven worden. Gaan wij zien of er geen kastanjes te vinden zijn, Peter? In de rapte. In Walde? Ja. Het is niet ver van hier, hè. Dat is heen en terug. Als er niks is, zijn we terug, hè. En Warpa? Je kent de neuftegang, hè, Pi. Aan de kant van... zeg het, dat restaurant er. Het Meudenolle, hoe noemt dat? De Grijze Meulen, hoe noemt dat? Is dat een restaurant dat er zoveel te doen heeft op die hoek? Nee, het gij. Oh. Want Zonneke had je gezegd. Ah. Wat is dat niet? Ja. Richting. Dat is zoveel te doen niet op een hoek, maar dat is geen restaurant in meer. Ah. Dat is een wijn die juist hier. Oh, joi. Maar langsdoor. Maar P, dat weet je toch, de neuftingang? De neuftingang, dat is... De andere kant van een brokkeling. Om de bakker? Nee, dat is de kant van een brokkeling, de bakker. Ah, wel, dat is toch de neuftingang? Nee, dat is niet de neuftingang. Ah, nee, dat is niet de neuftingang. Wat is dan het verschil? Kort erbij. Is dat waar de kassa's zijn? Oh, maar je kunt ook langs de achterkant komen. Doet op de trampolines? Dat is een hoofdingang. Je kunt ook, luister, je kunt ook. Als je langs de achterkant liever gaat met een auto, dan gaat het er binnen in het recreatiepark en dan in plaats van naar rechts te gaan, naar de kruidentuin, gaat het naar links. En dan komt het er om de visvijver. En dan laat het die rechts liggen. En dan gaat het bos in. Gevolgd gewoon. Oh, wat een wandeling zeg. Ja. Moeten er geen kastanjes? Ik heb er in de tijd dan nog. Moet je gewoon tot die tennisvelden.
maar... En hierbij... Niet omdat je niet wilt komen, hè. En hier dichtbij, waar Janine vroeger woonde, zeg je? Woonde toch maar hier in buurt. Maar geeft hij zijn takken, komen die over de weg? Die... Voorbij de Westakkers, daar is er een, hè. Dat gaat er naar door, hè. Om de vluchtelingen. Maar je moet die mensen niet uitdogen met contact, hè. Zijn ik maar... Die zijn misschien zelf al ontropen geweest.